Directeur Volksgezondheid weergeeft opvangmogelijkheden ziekenhuizen. In Wanica ziekenhuis kunnen 36 personen opgevangen worden met een mogelijke uitbreiding tot 48 en bij een opscaling kan dat tot 180. Het Sint-Vincentius ziekenhuis beschikt over 5 beademingsapparaten en het Wanica ziekenhuis 8. Bij opscaling wordt het Academie Ziekenhuis Paramaribo ingezet met 15 en bij uitbreiding kan dat oplopen tot 24. De overige ziekenhuizen blijven beschikbaar voor patiënten met andere aandoeningen. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.